In een volle zaal van TBL Cinemas hebben vanmorgen 118 goochelaars hun certificaat voor best geslaagde in ontvangst genomen. De best geslaagde met de hoogste score is Amber Gayadin uit Nikeri met 69 punten. Het goochelo-evenement is dit jaar voor de 17e keer gehouden door de Rotary Club Suriname. Er is een stijging te merken in het aantal geslaagden van 112 in 2017 naar 118 voor dit jaar. Volgens Clyde Cairo, president Rotary Club Paramaribo Residence, streeft de club met deze uitreiking ernaar de leerlingen en onderwijsgevenden te stimuleren om zowel de schoolprestaties als het geboden onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Ondanks onze dank aan ieder en ook aan alle organisaties en instanties die in navolging van ons initiatief in toenemende mate meewerken om uitmuntendheid onder studerende jongeren te bevorderen. We zien steeds meer organisaties dit dat wij zijn opgestart ook oppakken en navolgen en dat vinden wij best wel goed. GoGlo is een begrip in de samenleving en de voorbereiding van GoGlo 2018 is reeds vroeg in het jaar gestart door de GoGlo-commissie onder de bezielende leiding van voorzitter Elvira Jessen. Tijdens de voorbereiding zijn ook de fellows van Rotary Club Fresh actief geweest en waren zij aanwezig bij de GoGlo meetings. We mogen nu reeds spreken van een succesvol event. Cairo geeft verder aan dat de gehele Rotary-familie trots is op alle geslaagden. Onderwijsminister Lilian Ferrier is eveneens trots op de geslaagden en hoopt dat de kinderen op een later niveau precies zo zullen blijven excelleren. Jullie zijn de best geslaagde leerlingen op het GLO, schoolniveau en krijgen vanwege jullie bijzondere inzet en prestatie een speciale waardering van ons met deze dag. Jullie als bestgeslaagden hebben je op een uitzonderlijke manier kunnen onderscheiden tijdens de laatst gehouden GLO-examens. Dit verdient een erkenning en een beloning. Met het behalen van een GoGlo-getuigschrift is een basis gelegd die verder ontwikkeld moet worden. Dus ook als het moeilijker wordt, want jullie gaan nu een hele grote stap van primair naar secundair. Voor volgonderwijs is een behoorlijke stap. Het gaat heel anders. En dan moet je even wennen. En dan wil ik me nu gaan richten tot de ouders. Tijdens GLO-periode lukt het. Maar ze worden nu ook een beetje dat ze hun eigen ding willen doen. Niet altijd even volgzaam. En dat is goed. Ze moeten ook zichzelf ontwikkelen. En dan gaat het anders aan toe. Dus ik vraag aan de ouders geduld, 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 geduld. Onderwijsminister Lilian Ferrier en daarvoor Clyde Cairo, president Rotary Club Paramaribo Residence. Zij spraken vanmorgen in TBL Cinemas tijdens de uitreiking van de GoGlo. Na de uitreiking hebben de leerlingen een rondleiding gehad bij Fernandes Bakkerij. En de dag is afgesloten bij de Skelterbaan.